gaan beginnen op pagina 5. Pagina om ergens van onderwerp te veranderen. Is iedereen zover om dat te gaan doen? Oké, jongens, ik sta hier in een supermooie locatie, namelijk bij het Internationaal Theater Amsterdam op het Leidseplein. En ik ben hier om een video voor jullie te maken van hun nieuwste voorstelling, De Thuiskomst. En ik ben vandaag bij de openbare repetitie. Dat betekent dat we zometeen eerst een introotje krijgen van de dramaturg van de voorstelling. Daarna gaan we de zaal in, waar ze dus nu al aan het repeteren zijn. En dan gaan we meekijken met wat er gebeurt. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat we te zien krijgen. Het kan zijn dat ze heel veel scènes achter elkaar doen. Het kan ook zijn dat ze met één scène bezig zijn die steeds opnieuw moet. Het kan zijn dat ze licht nog moeten aanpassen, geluid. Ze zitten echt nog in het repetitieproces. Maar ik ben heel benieuwd van wat we zo meteen allemaal te zien gaan krijgen. En desondanks dat hij zijn stukken eigenlijk nooit wilde samenvatten, omdat hij niet het gevoel had dat hij perfect kon beschrijven wat er gebeurde, zei hij over De Thuiskomst: "I'm writing a play about a man coming home who's secretly married, and it's going to be quite something." Het stuk speelt zich af in een Londens mannelijk huishouden, vader Max, gespeeld door Gijs Holten-Aschat, een gepensioneerd slager. Die leeft samen met zijn broer Sam, gespeeld door Fred Goessens. En Sam is een chauffeur in een taxibedrijf op het einde van zijn carrière. En Max was getrouwd met Jessie, zijn vrouw, maar zij is gestorven. Ze hadden samen drie zoons, waarvan nu nog twee thuis horen. Dat zijn Lenny, gespeeld door Magic Margot, en Joey, gespeeld door Asha Kutin. En de derde zoon, Danny, gespeeld door Alex Gerdanus junior, is 6 jaar geleden naar Amerika vertrokken en sindsdien niet meer thuisgekomen. En dat is eigenlijk de beginsituatie van het stuk, het huishouden zoals het zich dan afspeelt. Maar op een avond, na 6 jaar dus, komt Teddy terug thuis. En hij is niet alleen, Ruth is ook mee, gespeeld door Maria Kraakman. En zij is de vrouw met wie hij getrouwd is en 3 kinderen heeft. Maar dan weet zijn familie thuis in Engeland helemaal nog niets van dat hij getrouwd is, dat hij kinderen heeft. Ze weten alleen dat hij daar een professor in de filosofie is. Sinds de dood van de moeder Jessie is er in dat huis eigenlijk geen vrouw meer geweest. Dus wanneer Ruth binnenkomt samen met Teddy, begint de hele sfeer die daar heerst in dat huishouden, begint op zijn grondvesten te taperen. Alle verhoudingen worden op scherp gezet. En ze reageren allemaal anders op de komst van die vrouw in het huishouden. Het lijkt een heel alledaagse portret van een familie. Iemand komt thuis na 6 jaar in het buitenland zijn geweest. Je leert alle personages kennen, maar wat zo bijzonder is aan Pinter is dat je nooit precies weet wat er aan de hand is. En elke keer als je bijna denkt, hier gaat het naartoe, dan draait het om. En dan blijkt er toch iets heel anders gaande en die dualiteit in scènes, die zet je altijd op het verkeerde been. En daar blijf je als kijker heel actief meedoen in de verhoudingen tussen mensen. Dat je denkt, wie is hier nou de baas? Wie bepaalt hier nou wat er gebeurt en waar gaat dit naartoe? En het is eigenlijk heel erg verrassend steeds. Maar in hele kleine dingetjes zit het, van dat het verschuift. Dat je opeens denkt, hé, wat is dat voor gekke vraag of vreemde wending in een dialoog.
En dan sluipt er een soort monster in. Dus iets wat heel ogenschijnlijk alledaags begint, eindigt in een verschrikkelijke calamiteit. En dat is heel erg leuk om te maken. In de auto? Nooit van mijn leven. Nee, daar sta je boven zeker, hè? Zeker weten. Ja, je voelt je er goed voor een potje neuken op de achterbank. Laat ik een andere over. Andere? Welke andere? Landel. Ik dus nu. Ik heb een beetje honger. Ik ook! Wie denken jullie dat ik ben? Precies een zoon maar waarom je kan stoppen. Er komt een dag, Lenny. Ja, papa. Er komt een dag dat ik jou nog eens heel lekker warm in ga stoppen, zoontje van me. Let op mijn woorden. Ik heb met Bobby Dot getraind. En hij voluit. Ja, we gaan even deze overgang technisch ook even zetten. Hem zal ik nieuw licht vergeten. Sorry. Let's go. Je hoeft het niet naar bed, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, we kunnen best samen goed blijven. Misschien kan ik een kopje thee zetten als je wilt. We moeten alleen niet te veel lawaai maken. We moeten niemand wakker maken. Ik maak geen lawaai. Ik weet het. Thuiskomst is een voorstelling, een toneelstuk dat gespeeld wordt door ITA Amsterdam, Internationaal Theater Amsterdam, ITA. Het is een voorstelling die is geschreven door Harold Splinter en wat in première is gegaan in 1965. En het gaat over een jongeman die komt thuis nadat hij een aantal jaar in het buitenland heeft gewoond. En hij komt weer thuis bij zijn familie. En zijn familie bestaat uit zijn vader, zijn oom en zijn broers. En wat hij niet heeft verteld is dat hij in de tussentijd dat hij weg is geweest met zijn vrouw. Of een vrouw heeft gekregen, is getrouwd en zelfs 3 kinderen heeft gekregen. Uiteindelijk is hij teruggekomen in Engeland, speelt het zich af. En hij is met zijn vrouw op rondreis door Europa. En dan komt hij ook weer terug bij zijn familie. En eigenlijk sinds zijn moeder is overleden, is er niet meer een vrouw in dat huis geweest. Wat betekent dat, ze noemen het ook wel de apenrot. Hè? Iedereen heeft zijn eigen positie in dat gezin, al die mannen en die broers. Die komt op scherp te staan. Wat zorgt voor een soort complete spanning, de hele toneelstuk. Ook een beetje ongemakkelijkheid, waardoor ook dan weer de... waardoor je er af en toe ook wel weer om kan lachen, want er gebeuren een soort ongemakkelijke situaties eigenlijk. Al met al, we hebben net een stukje van de openbare repetitie gezien hier, mogen bijwonen. We hebben dus nog niet, of in ieder geval ik, heb nog niet de hele voorstelling gezien. Ze zijn nog druk aan het repeteren. Maar wat ik nu meekrijg, ik denk dat we nu 2 of 3 scènes of zo mee hebben gekregen. Daar hangt gewoon een soort constante spanning en je bent constant aan het denken, oké, wat gebeurt hier? Waarom... wat gebeurt hier? Waarom wordt dit gezegd? Hoe reageert iedereen erop? Want het is ook, ja, op een gegeven moment staat iemand, we zagen dat iemand opeens ging in een handstand staan en dan denk je, wat gebeurt hier? En wat ook gewoon toevoeging, ja, denk ik. Ze hebben dus niet een decor als in een woonkamer of een huis of banken. Ze hebben een soort heel abstract wit, nou ja, enorm blok iets met een soort gat, nou ja, een soort apenrot eigenlijk dus op het toneel zet. En ik hoorde net geloof ik dat het ongeveer 800 kilo weegt, dus het is echt, hoeveel olifant is dat? Of een halve olifant, ik weet dat eigenlijk niet, maar goed. Waar dus ook projecties op worden gespeeld, maar het contrast met het theater zelf, wat zoals je ziet best klassiek is. Het wordt trouwens in de oude zaal gespeeld. Ze hebben hier 2 zalen bij ITA. Het contrast met de klassieke zaal en dan het super abstracte moderne kunstwerk vind ik ook wel tof of zo. Dus als je denkt, ik wil graag naar deze voorstelling, dan moet je dat vooral doen.